gisteren in de Bondgenoten. Het laatste uitdagingsduel werd een felle strijd tussen taaltitanen Donna en Melanie. Er staat één fout in. Donna. Paparazzi? Nee, dat is niet goed. Melanie, 5 punten. Daarmee win je dit duel. En daarmee 122 punten van de Gier. Gefeliciteerd. Oké. Een verlies dat even onverwacht als teleurstellend is voor de Gieren. Waar baal je dan precies van? Ik weet het niet. Er is één ding wat ik heb geleerd sinds mijn familiebezoek. Nu ga ik niet weer huilen, maar ik heb het gewoon goed gedaan. Melanie heeft tijd en energie geïnvesteerd in een romantische avond met Bo. Maar ze moet vooral niet verwachten dat hij zoiets voor haar gaat doen. Het is alsof we 4 jaar getrouwd zijn. Ik ben ook wel keer wat voor dingen jij allemaal doet. Neem ik hier de moeite niet voor. Ik ben de moeite niet waard. Ik wil niet stom doen, dan voel ik me een sukkel. Als Melanie verhaal komt halen, kan Bo niet anders dan nog maar eens herhalen hoe hij hun relatie ziet. Het is wat we helemaal op het begin hebben uitgesproken, hè, dat dit een basis iets is voor hier. Je kan niet zeggen dit hoort bij hier. Ik wel. Gewoon verwallend. Ik zie dat wel echt zo. Ik denk oprecht niet dat er een toekomst in zit. Als ik heel eerlijk ben, ik kijk alleen van de zijkant. Hè. Ik zie het wel. Kijk, ik weet dat het niet in mijn leven past. Maar het is lastig omdat je bepaalde gevoelens hebt voor elkaar. En dat is gewoon het kutte wat het heel verwarrend maakt. Maar ik vind niet dat hij daarmee mag spelen. En ik heb wel nee, precies. Dat je ziet ook in zijn gedrag, hij is heel egoïstisch. Als in, als het voor hem uitkomt, dan is het allemaal goed. Hij wil gewoon de controle hebben. Ik heb echt zin ook in die laatste maand even nog een maandje even zonder Mel. Ja. Om weer even terug naar de maand te gaan. Ja. Ik denk dat Mel het ook wel fijn zou vinden als ik nu weg zou gaan met een ton. Zodat ze ook even een maandje zonder mij heeft. Zij zal ongetwijfeld hetzelfde ook een beetje hebben. Ja, je bent hier alleen gekomen, je gaat waarschijnlijk ook weer alleen weg. En natuurlijk heb je een band met elkaar opgebouwd en heb je het hartstikke leuk gehad. En was het super fijn om zo iemand te hebben hier in het huis. En daarom mocht je een punt zetten. Punt. Punt. Ja, precies. Ik ben gewoon geen puppet. En op de momenten dat jij dan wel behoefte aan mij hebt, dat ik dan alsnog altijd heel blij ben en denk, oh ja, is goed. Hij doet me elke keer een beetje soort van kleineren in publiek. Maar het zijn kleine dingen. En nu denk ik echt bij mezelf, je kan echt stikken als je niet ziet welke moeite ik voor je doe. En als je het nog steeds nodig vindt om zulke steken onder water te geven, is goed, doe je ding. Hey. Nou, wist u dat bootje bij jou ligt als je opgaat of zo? Ja. Donna heeft deze cyclus afstand genomen van Wesley in de hoop zo beter in de groep te liggen. Wat op zich wel zo is, maar dichter bij de finale is er niet mee gekomen. Dus misschien moet ze, nu het einde in zicht is, toch maar weer eens even kijken naar een gezamenlijke toekomst. Het enige wat voor mij goed zou zijn is om bij jou te gaan en bij Dani. Dan hoop ik dat het goed gaat en dat niet mensen het gevoel krijgen. Want wij twee zijn al eenmaal niet gewild bij elkaar en dat begrijp ik heel goed. En dan wil ik ook alles daaraan doen om dat, al mocht het zo zijn, om dat ook niet te gaan bevestigen van mensen. Mm-hmm. Als ik even gewoon de asociale vraag mag stellen. Ja. Waar zou jouw voorkeur dan nu naar uitgaan? Op dit moment? Naar jullie. Maar dat is niet alleen wat wij nu met jou willen lopen. Nee. Als ik nu zou moeten kiezen op dit moment... Ja. Dan is dat het. Het eerste wat ik zei toen ik hier de poort op liep was... ik wil niet bij Don enden. Nee, dat heb ik ook wel bij Don. Ik heb het zelf nog gezegd. Hij is heel de tijd alleen maar met één ding bezig. Zeg. Hij is echt alleen maar met haar bezig. Ja. Ik denk dat Daniela op dit moment ook gewoon een fijn bondje wil. Ja, maar dan moet jij je ook wel openstellen naar mensen. Ja, ik zal wat je bot. Dat niet mensen in het bondje het idee krijgen van dat het wij 4 handen op 1 buik zijn. Ik denk dat dat zorgenpunt dat je hebt, dat snap ik. Maar ik denk dat dat een stuk minder is geworden. Ik denk dat we er altijd van gelicht hebben. Mm-hmm. Van hoe het wel en hoe het niet moet. Mm-hmm. Daarom denk ik dat het een mogelijkheid wel is. Oh, en dan is het gewoon comfortelijker. Kom op. Sorry, ik moest even uit. Ik wil dat dus ook. Ik heb dus dat gedroomd, dat wij daar stonden. Ik weet eigenlijk niet of ik het gedroomd heb of gevisualiseerd.
Wil je dat met je praten? Dat kan, maar dat hoef ik niet echt de behoefte heb ofzo. Ik merk dat ik ga ben doen. Als het niet is dat het goed is, maar morgen in de zaterdag. Dat je dat ik ook gewoon wil blijven. Kom! Vanmiddag gingen praten. Hij draait gewoon om. Ja. Dan is de controle weer terug. Hey, smakelijk. Thanks. Oké, ik ga wel praten. Iedereen is een beetje gespannen, hè? Ja. Heb jij dat ook? Nee. Nee? Nee. Je weet dat ik bezig was, hè? Met? Nou, met het erin leggen. Oh, nou, dan doe ik weer open. Gedoe. Netjes even de theedoek en zo aan het opvouwen. Ja. Ik doe het kastje open om ze erin te leggen. En ze komt aanlopen en ze touwt hem zo dicht voor mijn neus. Oh. Ik zeg, je weet dat ik bezig was, toch? Ze zegt, ja, dan doe je hem toch weer open. Zo, nou, ik keek er aan. Ik bedoel het trouwens net niet kut, hè? Nee, ik kwam er alleen wel een beetje kut uit. Dus ik dacht wel van... Ik zag niet dat je bezig was, dus ik doe gewoon zo. En ik dacht, oh, nou, ik ga er weer verder. En toen de manier waarop je het zei, dacht ik van, oh, ja, dan doe je hem toch gewoon weer open. In mijn hoofd is het heel logisch, maar ik dacht van... Oh, hoe het eruit komt, was misschien een beetje rottig, dus sorry... Dat ik hem, is goed, dan is het goed. Helemaal ik bedoel het niet verkeerd. Helemaal goed, lieverd. Oké, dan weet je dat. Helemaal goed. Ik ben ook niet altijd heel handig met mijn woorden. Nee, kan gebeuren. Vincent heeft de groep gisteren verlaten om afscheid te nemen van zijn vader. Maar is nu weer terug. Ja! Yeah. Told you. Ik wist het ook, ik wist het ook. Fanny! Hoi. Oké. Hey. Hoi. 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 Gaat het met jou? Ja, goed. Hè? Ja. Zo fijn dat je er bent. Verzamelen. Nou, ik zal een beetje meenemen hoe het ging toen thuis kwam. Vanuit hier ben ik eerst naar huis gegaan. Mijn vader leefde toen nog. Hij lag wel met de mond wijd open te blazen en te doen. En dat zag er slecht uit. We zaten allemaal bij elkaar. Ik heb dus 3 zussen en mijn moeder. Ik wist wel, toen ik hierin ging, de kans is best wel groot dat de tijd dat ik hierin zit, dat mijn vader iets zou overkomen. En ik heb afgesproken van tevoren, als je echt bijna het kantje boord is, dan mag je mij de brief sturen en dan kom ik gewoon naar huis. Ik heb bij mijn vader gezeten. Nou, je kan niks, ja, je zegt wel wat, maar er komt toch niks binnen. Ik heb me wat aangeraakt en dat was het dan wel oké. Okay. Toen zijn we om 2:30 naar huis gegaan en om 3:15 is hij overleden. Dus hij is zeg maar gewoon in goede vrede is hij weggegaan. Vandaag komt de kist en dus hij ligt in zijn kamer, ligt hij opgebaard. Gaan mensen afscheid nemen die het nog willen doen. Ja, nou ja, dat heb ik dan in die 24 uur meegemaakt. Gecondoleerd. Gecondoleerd. Ja, dankjewel. Fijn dat je toch even kon gaan. Ja. Ik ben blij dat je er weer bent. Ja, ja. Echt. Oh. Ah, nee, ik doe het. Kennis. Is gaat wel echt tallen. Ja, dat is een bracht. Blijf jij nou maar niet te hard van de... Nee, ja, maar helemaal niet zo tegen mij doen, joh. 4-0 was het toch of niet? Zo van nagedacht. Ja. Inschattingsvermogen. Ja, getallen. Getallen. Nou, getallen denk ik dan weer aan jou. Ja, maar is het dan getallen in die zin van die knock-out dingen? Maar er is in ieder geval geen krant. Ik durf het aan, ik heb inderdaad alle kranten gelezen. En ik weet van heel veel onderwerpen wel iets vanaf. Dus dat komt wel goed. Ik weet alleen inschattingsvermogen zo vaag. Ja. Inschattingsvermogen is ook gewoon logisch redeneren, denk ik. Ja, als je de tijd hebt. Prima. En ik denk dat Boor een goede kans maakt. Dat is mijn gevoel. Inschatten, dat kunnen we allemaal wel. Toch? Ja, wat bedoelen ze dan met getallen? Ik denk dat het gewoon zo'n opdracht wordt als de laatste. Elke laatste opdracht heb je zo'n deskopdracht. Misschien dat je meer keuzevragen krijgt en dat je dan bam,
slaan. En Ed, jij? Ja, ik heb die krant ook gelezen, maar echte getallen en zo, daar heb ik me ook nu niet op gefocust. Hoeveel is Mark Zuckerberg werd? Ja, 140 miljard dollar. Weet je, dat soort dingen zijn allemaal in de krant, die weet ik wel. Ja, die weet jij weer. Ik weet bijna alle feitjes van de krant. Ja, gewoon even kijken wat het uiteindelijk is en dan kijken wat we gaan doen. Precies. Oh, yay! Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Fijn dat we weer compleet zijn, Vincent. Ik begrijp, jouw vader is overleden. Ja, klopt. Condoleerd. Dank je wel. Mag ik vragen hoe het met je gaat? Goed. Op zich hebben we wel vrede mee dat het zo heel snel gegaan is. Maar wel heel mooi dat ik mijn moeder heb gezien en mijn drie zussen. En je dacht, ik kom toch weer terug. Kun je uitleggen waarom? Het is altijd de moeite om nog te strijden tot het laatste moment. Ja. En het zou zonde zijn dat ik thuis moet horen dat hun toch doorstuiven naar de eerste plek. Maar toch nog dat je wat kunnen laten zien van, hey, het kan altijd nog. Dit is nu gewoon heel snel gegaan. En dan is het, dood is dood. Ik kan er wel naast gaan zitten, maar heeft ook geen nut meer. Nee. Dan is het gewoon weer oppakken, maar weer hier verder. Ja. Ja. Nou, ik ben blij dat je er weer bent. Dank je. Jongens, we gaan de laatste verdienopdracht van deze cyclus spelen. We halen eerst even de punten van de boodschappen eraf. Goed, bij deze verdienopdracht is niet één antwoord goed. Sterker nog, er zijn altijd meerdere antwoorden goed. Op het scherm zie je zo dadelijk twee afbeeldingen. En die afbeeldingen staan altijd voor een getal. Dat kan leeftijd zijn, dat kan een aantal kilocalorieën zijn. En die twee afbeeldingen, daar zit een antwoord tussen. Dus hij is 34, jij bent 38, 36 is een goed antwoord. Bijvoorbeeld. Ja, dus je krijgt er 20 seconden de tijd voor. Per team gaat één deelnemer deze opdracht spelen. Jullie mogen nu met elkaar overleggen wie dat gaat zijn. Wat een rare opdracht. Een rare opdracht, niet voor mij. Ja, ik wil hem ook wel doen, zeg maar. Ja, dat is een gok. Maar ik vind het wel een leuke opdracht, maar voor jou. Ja? Ja. Ik denk dat we allemaal hier een beetje hetzelfde zijn. Ik weet het niet. Als jij zegt, ik wil nu graag spelen dan het spel. Ja, ik wil wel gewoon iets gespeeld hebben deze cyclus. Het is gewoon goed. Dus pak je kans. Ja. Voor mij mag jij het doen. Ja, oké. Okay. Ik durf het wel. Ja, ik durf het wel aan. Ja. Ja, ik wil het wel doen. Ik ga mijn best doen. Oké, okay, ik ga bij de slangen beginnen. Wie gaat dit spelen? Robert. Heel goed. De vossen. Ik ga hem spelen. De gieren dan? Ik kan. Oh my god. Ja. Heel goed. Dan tot slot de haaien. Kijk, daar is de female power. Yeah! Jullie vier mogen aan de desks blijven staan en de rest mag naar de bar. Got this. You got this, baby. Ik wens jullie allemaal heel veel succes. Hier komt de eerste vraag. We zoeken een jaar. Het jaar waarin Nederland de eurobiljetten en munten als officieel betaalmiddel werden ingevoerd. En het jaar waarin kabinet Rutte 1 aantrad. We gaan kijken wat jullie hebben ingevuld. Robert, je zegt 2004. Wesley zegt 2003. Bo zegt 1999 en Reshna 2006. Sinds 1 januari 2002 betalen wij met de euromunten en biljetten. En kabinet Rutte 1 begon in 2010. Dat betekent dat alle getallen 2003 tot en met 2009 de juiste antwoorden zijn. En dan zien we dus dat de slangen, de vossen en de haaien alle drie hun eerste 10 punten verdiend hebben. Bo valt er helaas net buiten. Vraag 2 is dus 20 punten waard. De hoogte van deze torens in meters, afgerond op hele meters. We zien de Martini-toren in Groningen en de Domtoren in Utrecht. Jullie antwoorden dan. Oh. 158 bij Robert, 99 bij Wesley, 180 bij Bo en 26 bij Reshna. Het zijn torens, hè, Reshna? Ja, I know, miste iets. De Martini-toren is de kleinste van de twee. 96,8 meter. 97 meter afgerond. De Domtoren, 112,32. Dus 112 afgerond. Dus alles 98 tot en met 111 meter is goed. Dan zien we dat maar één iemand dat juist heeft. Oh ja. Dat is Wesley. 20 punten krijg jij erbij. Je staat nu op 30. Bo nog op 0. Reshna en Robert op 10. Maar de vragen worden dus steeds meer waard. Deze 30 punten. We zoeken een afstand in meters, afgerond op hele meters. En het gaat om de wereldrecords outdoor bij de mannen. We zien wereldrecord verspringen en hoogspringen.
Ja, was het nog iets aan het aanpassen aan het laatste moment. We gaan kijken of dat geholpen heeft. Ja. Robert zegt 4, Wesley zegt 5, Bo zegt 3 en Reshna zegt 17 meter. Het wereldrecord verspringen is 8,95 meter sinds 1991. Het wereldrecord hoogspringen is 2,45 meter, dus afgerond 2. Dat betekent dat vanaf 3 meter tot en met 8 meter alles goed is. Dus alle heren krijgen er 30 punten bij. We gaan naar de vierde vraag. Een leeftijd in jaren zoeken wij, afgerond op hele jaren. We zien Samantha Steenwijk en Sylvie Meijs. Jullie zeggen Robert 41, Wesley 38, Bo ook 41 en Reshna 43. Samantha Steenwijk is 37, Sylvie Meijs is 45. Tussen 38 en 44 moest je zitten. Allemaal 40 punten erbij. Wesley, je gaat op kop met 100 punten. Het aantal directe buurlanden zien China en Frankrijk. Jullie antwoorden. Robert en Wesley zeggen allebei 8. Bo zegt 5 en Reshna zegt 9. Frankrijk heeft 8 buurlanden. China, 14 buurlanden. Dat betekent dus 9 het minimum is wat je moest zeggen en 13 het maximum wat je kon zeggen. Reshna, je bent de enige die punten verdient aan deze vraag. Yay. Dat houdt je wel in één keer gelijk met Wesley. We gaan naar het aantal kilocalorieën volgens het voedingscentrum en afgerond op hele kilocalorieën. We zien hier een tompoes van 100 gram en een croissant van 40 gram. Sorry. Wat gebeurt er, Wesley? Ja, ik druk het netwerk omdat ik het wil veranderen. Dan gaan we jullie antwoorden kijken. Dan weten we meteen of jij een antwoord hebt. Nee, Wesley, bij jou is niets ingevuld. Fuck. Robert, bij jou staat er 900 kilocalorieën. Bo, 450. Reshna, 381. Het valt allemaal ontzettend mee, jongens. Een croissant, 161 kilocalorieën. Tompoes, 288. Niemand heeft dus goed. Ik had hem ook fout gehad, dus dat is het mooie. Nou, we gaan snel verder. En we zoeken een aantal edities van Pinkpop en het Eurovisie Songfestival. Ja, precies. We gaan naar jullie antwoorden kijken. Wow. 35 bij Robert, 65 bij Wesley, 22 bij Bo en 41 bij Reshna. Pinkpop, 52 edities. Het Eurovisie Songfestival, 67 edities. Je kon dus zeggen 53 als laagste getal, 66 als hoogste getal. Behalve Wesley verdient niemand wat, want jij zit er net binnen, Wesley, met 65 edities. Lekker was. Je krijgt er 70 punten bij en neemt daarmee ineens fikse voorsprong. Robert heeft 80, Bo 70, Reshna nog steeds 100. Het aantal interlands voor het Nederlands elftal. Wesley Sneijder versus Arjen Robben. Jullie antwoorden. 133, zegt Robert. 106, zegt Wesley. 78 voor Bo en 16 bij Reshna. Arjen Robben, hij speelde 96 interlands. Wesley Sneijder is record international voor het Nederlands elftal. Hij speelde 134 interlands. Dus alles van 97 tot 133 is goed. Wesley en Robert, jullie verdienen in deze vraag punten. Robert komt op 160, Wesley inmiddels op 250. Het jaar waarin Jamai Idols won en het jaar van het Alles is Weg interview van Gerda Smit. Na de breuk tussen Jan Smit en Jolante Kabau beweerde Gerda in Shownieuws dat Jolante wel heel veel van de huisraad had meegenomen uit het huis van Jan. Jullie antwoorden. 2004 bij Robert, 2006 bij Wesley, 20 bij Bo en 2002 bij Reshna. Het was 8 maart 2003 en bijna het hele land zag hoe Jamai de eerste finale van Idols won. Het Alles is Weg interview stamt uit 2009. Dus tussen 2004 en 2008 was correct geweest. Het zijn weer Robert en Wesley die er met de punten vandoor gaan.
En dan de laatste vraag. Boetebedrag in euro's voor als automobilist geen voorrang verlenen aan een voetganger bij een zebrapad. En de boete voor als automobilist doorrijden bij een rood verkeerslicht. Voor de laatste keer vandaag kijken wanneer jullie antwoorden. €190, zegt Robert. €177, Wesley. €220, Bo. En €365, zegt Reshna. €280 voor de roodrijden en maar liefst €420 als je geen voorrang verleent aan een voetganger bij het zebrapad. Reshna, als enige verdien jij punten bij deze vraag. Dat betekent dat jij er 100 punten in één keer bij krijgt. We gaan zien wat dat doet voor de stand. We zien 70 punten voor Bo, 200 voor Reshna, 250 voor Robert en 340 voor Wesley. Ja, dank je. Dat betekent weer dat vandaag de gieren niets verdienen. De haaien 50 punten krijgen. De slangen van 0 naar 100 punten gaan. En de vossen maar liefst 250 punten. Hoe is dat, Wesley? Ja, ik sta helemaal stijf van de spanning oprecht. Kijk, gaat naar de ranking kijken. Die was zo en die wordt als volgt. We zien ook dat de gieren en de slangen ontzettend dicht bij elkaar staan. Dat scheelt slechts 1 punt en we zien nog steeds de haaien ruim aan kop. Morgen dan zien we elkaar weer. Dan is het tijd voor de knockouts en gaat er dus één iemand het huis verlaten. Tot dan. Tot dan. Lekker, hè? Oh, jongens. Gelukkig hebben de slangen hem niet gepakt en hoeven we niet vanuit 4 te knokken. Thanks voor het vertrouwen weer, maar ja, tuurlijk, ik sta helemaal stijf van de spanning. Ja, dat snap ik zo. Wat een vragen ook. Even naar de kant. Ja. Ik had liever de gieren tegen je noemen volgens. Ik ben hier niet rauw om. Ja, verloren. Lekker, Wessie. Echt. Lekker, vriendje. Oh, jongens. Wat had je bij die calorieën dan? Dat 301. Ik zat wel eens dichterbij, maar dan nog. Ja. Ik denk dat we een vloek over ons heen hebben. Lekker, ja, jongens. Ja, ja. We zijn we gaan sowieso niet naar. We zijn veilig. Nee. We zijn veilig. Dit is toch fantastisch? Als je nu ook ziet, ze lopen dan ook met Bo weg. Ook hier was hij niet zo goed. Ja. Hij is helemaal niet zo goed. Nee, Bo. Nee. Bo was al echt slechte antwoorden gegeven. Ja, slecht. Het lijkt wel of je het een beetje soort van... Hij wordt zo zenuwachtig met alles ineens. De laatste verdienopdracht heeft de ranking behoorlijk door elkaar geschud. Na een ijzersterk optreden van Wesley staan de vossen nu tweede... en hoeven zij in ieder geval niet meer te vrezen voor een verplichte eliminatie. Een enorme opluchting die in schril contrast staat met de enorme teleurstelling bij de gieren. Want Bo had bijna helemaal niks goed. En daardoor lopen zij nu het risico laatste te worden... als het ook weer misgaat in de knockouts. Wat voel je, Sam? Leegte. Ik had gewoon nooit verwacht dat ik ooit nog in deze positie zou komen te staan. Maar dat was misschien een beetje naïef. Wat dat je... Dat een van ons misschien morgen zijn koffers pakt. Dit doet wel zeer, hoor. Oh, Donna, dat vind ik dan wel heel lullig. Want ik denk dat Donna het namelijk beter had gedaan. Dus... Je hebt je best gedaan, Bo. Je kon niks aan het doen. Wees er ook niet teleurgesteld. Nee. Als het zo is, dan is het zo. Ja, ik vind het gewoon jammer dat ze opzet en wegloopt. Ja. Dat ze zich kut voelt, prima. Dat ze... Ja. Van alles, maar gewoon opstaan en weglopen met zo'n hoofd. Fuck! Als we slangen deze hadden gewonnen, waren we vier. En dat was best wel dichtbij geweest. Ja, ja, daarom. Oh, ik vind alles goed. Ja, is ook. Morgen nog even. Ja. Ja.
Als het zo is, dan is het zo, hè. Ik vind het lastig dat je wegloopt. Sorry. Nou, what the fuck, Bo? Ja, maar die was helemaal... Er was heel veel pressure op hem. Ja, dat zag je toch al, die idee? Ja, je zag het echt aan. Ja, klopt. Gelukkig hebben we die ene punt nog bewaard. Ja. Stel de tijd voor. Ja, het is in ieder geval chiller dan plek 4. Ja, klopt. Ja, hoe idee. En ik vind het ook wel mooi, 500. Ja, mooi getal. Het is gewoon rond, toch niet? Ja. Hebben we goed gedaan. Ik kan gewoon ook niet geloven dat we zo zijn ingehaald ineens. Alles kan, hè? Maar ik ben in ieder geval wel boven de slangen. Met 1 hele euro. Maar we gaan niet verliezen. Iedereen heeft gezien dat Bo zichzelf niet was tijdens de verdienopdracht. Zou de ruzie met Melanie hem dan toch meer dwars zitten dan hij misschien zelf wil toegeven? Ik ga gewoon even zeggen dat hij mij heeft gekwetst en dat ik nog steeds de tijd nodig heb. En dat het me soms inderdaad gewoon niet lukt om het goed te doen. Oké, en bereid je dan voor op het antwoord van ja, maar dan weet ik niet of ik het dan nog wel wil. Maar dat maakt niet uit, want bereid ik weet je het daar ook gewoon niet. Voor dan? Hij draait gewoon jouw ding om. Ja, hij weer, dan neemt hij jou alweer. Hij heeft jou weer. Dat is gewoon controle. Het is gewoon omgekeerde psychologie die je toepast op jou. Dat heet me manipuleren. Ja, dat is gewoon dat. Ik wil niet iemand daar echt heel erg mee kwetsen. Dus dan denk ik zeg gewoon waar het maar jij bent is. Toch kijk wat je zegt. Dat is de kracht van mannen. Hè. Die kunnen dingen omdraaien. Ja, dat is nee. Dat vrouwen gevoeliger zijn. Wat ruik je toch lekker? Wat draag jij, Bo? Ik wil wel eens ruiken. Bo draagt lichaamsgeur. Ja, dat vind ik ook heel lekker. Ik ben een andere Mel. That's all I'm saying. See you later. Het verlies van 2 opdrachten achter elkaar heeft Donna en Sam letterlijk in elkaars armen gedreven. Daarmee heeft Bo er nog een zorg bij. Want hij had eigenlijk al geregeld wie er weg zou moeten, mochten de gieren als laatste eindigen. Nu begin ik ook te twijfelen hoe loyaal ze gaat zijn naar die afspraak. Donna heeft vorige week zichzelf, of vorige week zichzelf niet populair gemaakt hè, bij veel mensen. Ik zeg eerlijk, ik vertrouw Donna niet. Zij zou echt ook iemand voor de bus gooien. Echt de beste vriend of vriendin, denk ik. En ze is sneaky. Ze is sneaky as fuck. Donna kan ook als mijn verliezen. Oh mijn god, oké. Okay. Ben je legit? Ja, waarom moet je echt over onze afspraak? Ja. Nee, ik zeg sowieso niks. Nee. Ik ben bang, man. Dat Sam ineens 180 graden draait en dat ze een van ons eruit stemt. Ja, dat zijn ze altijd een beetje wispeltuur. Onvoorspelbaar. Hoe sterk is jouw band met Sam dat je 100% met haar door wil? Ja, is wel sterk. Ja? En wat als zij zegt dadelijk, we gaan naar boven. Met Donna. Nee, ik ga dat niet doen. Ik ga het niet uitzenden. Nee, 100% niet. Ik moet zeker weten dat jij ook dat wij samen op D gaan. Want Donna heeft eigenlijk geen toegevoegde waarde. Ik hoop dat ze voelt dat Donna ook gewoon dit bij haar doet. Nee. Ja. Het vraagstuk Sam kan Bo nu even niet oplossen. Maar het gedoe met Melanie heeft nu eigenlijk wel lang genoeg geduurd. Het moet wel leuk blijven, zo'n vakantieliefde. Wat ik wel wil zeggen is dat ik. Ja, dat er gewoon iets in mij even is geknapt. Mm-hmm. En dat ik ben gekwetst. En dat ik gewoon meer tijd nodig heb. Ja, dat snap ik wel. Maar rondom dat goed en zo, dan krijg ik het gevoel alsof het gewoon klaar is, zeg maar. En als dat zo is, dan wil ik dat gewoon horen. Als het goed is, voel je nog wel gewoon dingen voor me, ondanks dat ik heb gekwetst. En een kus voor het slapen gaan. Of een echte goede morgen. Gewoon alleen al op basis van wat we tot nu toe hebben gehad, vind ik niet meer dan normaal. En ik snap dat je het misschien niet zo voelt, maar ik vind dat wel gewoon dat je dat... Dat is voor mij wel de norm, zeg maar. Dat je dat gewoon doet. En anders voelt het voor mij echt alsof je me gewoon probeert te kwetsen. Ja, vanuit mij komt het even niet. Mm. Voor mij lukt het ook even niet. Ik weet op dit moment niet of ik verder wil op deze manier. Ja. En dat maakt het dat ik niet wil praten. Ik ga je echt niet overhalen tot iets, hoor. Ik zit ook met twijfels nu. Ja, ik zou het zonde vinden als we niet samen hier tot een punt komen. Ja, maar ik denk ook niet per se dat het samen hoeft. Wij zijn samen iets begonnen. En als we het afsluiten, dan vind ik dat je dat ook samen doet. En niet in je eentje in je hoofd en dan ineens zeggen de knoop is door. De ene keer zeg je, ja, het is echt... Het,
het is echt alleen voor hier. En dan zeg je, oh ja, we zouden Naruto samen kijken. Zeg maar, het is verwarrend en ik ben geen puppet. Ik ben meer waard dan dat. En ik heb gewoon echt geen behoefte aan. Ik ben het gewoon even zat. Ik vind het wel echt heel pijnlijk om te horen dat je nu niet goed genoeg vibe zit, zeg maar. Dat je dat gevoel hebt. Want dat ben je inderdaad niet waard. Dus je bent fucking amazing. Ja. Wat je keuze ook gaat zijn, stel je wil gewoon hier een punt achter zetten. Dat we wel gewoon nog vrolijk kunnen doen met elkaar. En dat we wel nog gewoon lief kunnen doen naar elkaar. Weet ik niet. Ik weet het echt niet. Ja. Ik weet hoe het kan zijn. Ik kan gewoon heel woedelijk zijn. En dat ben ik nu. Wat er ook uitkomt, het maakt me niet uit. En ik neig nu meer gewoon naar de kant van, ik heb gewoon geen behoefte aan je op dit moment. Blijf de afspraak staan. Ja, kijk recht in mijn ogen aan. Daarom voel ik me ook zo kut. Ja, oké, snap ik. Omdat ik mijn naam opschrijf. Ja, oké, is goed. Nee, weet je wat, daar is Bo natuurlijk ook heel bang voor. Stel je voor, zij gooit een balletje op. We gaan Bo of we gaan Nick eruit zwemmen. Nee, ik weet dat ik haar naam opschrijf. Maandag in de Bondgenoten. Wie is straks een ton rijker en wie een illusie armer? Daar is de dag! Oh mijn god. Spannend. Ik hoop dat die vossen er toch nog overheen gaan. Die zijn eng. Chef, er gaat gewoon iemand naar huis. Als we winnen, dan is het echt af, hè. Wie hoopt dat we de eerste plaats tijden? Niet hopen, we gaan.